Goedemiddag. Goedemiddag. Wat kan ik voor u doen? Ja, ik vroeg me af, hoe doet u dit heel Zutphen? Wat bedoelt u? Met de ganzen? Ja, met de ganzen. Ja, klopt. En wat doet u dan? We doen de eieren behandelen. Dus met maïskiemolie. Met maïskiemolie. Een ecologisch product. En dan wat wij natuurlijk willen is, overal worden ze in de buitengebieden maar gevangen, vergast, gedood, afgeschoten. Ook nog, ja, dat is ook zo. Dat is belachelijk. Dus nu heeft de gemeente ons gevraagd, omdat hier best heel veel kuikens hadden geboren worden, om dan in de steden, of in de stad, zeg maar, het ganzenbeheer op een aantal locaties te doen. Dus ook bij de vijven, weet je wel? Die vijven. Nee, ik weet heel goed, dus ik houd altijd even de beesten altijd in de gaten. Ja, wat lief. Ik kom altijd voor de dieren op. Ja, wat lief dus, van u. Oh, dat is fijn. Ik voel me dus even af wat hier gebeurde. Maar, ja. En dan doet u, hoeveel eieren doe we laten altijd één ei per nest uitkomen, of twee, hangt het vanaf. Als er heel veel kraaien in de buurt zitten, laten we er twee liggen. Want dan denk ik, als die mama moet niet het kuik hebben, dat kuik meteen weggepakt wordt. Nee, maar kraaien krijgen heel vaak de schuld, snap je? Dat is ook zo. Maar we zijn ook van ganzen beschermd. Ja, nee, daarom zag ik het ook staan. Daarom zag ik het ook. Ja, wat dus, leuk. Ja, hoe heet u? Ik ben Trisin. Nou, ik ben Olaf Krijmbroek. Maar ik heb ook hier... Maar voert u altijd de dieren? Nee, ik voer ze niet, want dat is dom. Ja. Je kunt alleen maar dieren voeren als ze het zelf niet meer kunnen vinden. Ja, dat dus daar ben ik het... Wat goed, wat lief, dank u wel. Ja, ik kijk altijd de putten naar voor kikkers, salamanders en wat er zo invalt momenteel. Ik neem het altijd op voor de dieren die geen stem hebben. Heel goed. Ja, wij ook. We doen wel ganzenbescherming ook. En ze worden overal gevangen en vergast. Ja, dat is heel vreemd. Ja, dat is ook. Maar, dus je laat één per nest of twee lijken dan één of twee per nest uitkomen. Ja. Dus en nu als ik zie, want we hebben hier... Want ze voegen ook samen, de kleintjes. Ja, ja. Dus dan de mama en die... samen met de hele groep. En dan gaan papa en mama gaan weer wat anders doen en laten ze bij oom en tante laten ze de kleintjes achter. Oh. Dus we zien nu al groepjes hier ontstaan. Ja, en hier komen ze ook van de overkant. Hè? Ja. Ze komen uit het boerengebied, komen ze ook deze kant op lopen. Ja, dus je hebt maar twee gebieden in Zutphen waar je daar doet? Nee, eigenlijk in zes gebieden. Oh, zes gebieden? Ja, één moment. Dat is de gemeente. Oké, dan wacht ik wel eventjes. Zes gebieden. Nou. Nou. Ik denk dat Hella Huisdingen hiermee te maken heeft. Die gaat hierover. Ja. Zo. Nou, hij is dus van de ganzenbescherming. Wel apart, maar ja. Dus ik vraag me wel een beetje af hoe het allemaal gaat. Oh. Ja. Nou, mijn fiets is gevallen, maar dat maakt niet uit, want hij is toch bijna helemaal op. Nou. En, by the way, mijn halve familie ligt hier achter niks te doen. Nou, ik druk hem even uit. Toedeloek.